Jan Polstar. Daar gaan we. Maar de winkel is koud, koud, koud. Het is min 8. Het is min 8. Dus het zou wel koud zijn, denk ik. Maar goed, we moeten. We kunnen niet anders. We moeten er door. Dus dan gaan we er ook maar door. Zo is dat niet helemaal. Dus dan zullen we dat toch moeten doen. Dus we gaan eens vertrekken. Zodat je buiten nog wel kunt zien. Eigenlijk ligt er nog sneeuw, dus dat wil dus zeggen dat er misschien van achter ook nog sneeuw gaat liggen. Dus dat is redelijk gevaarlijk, dus we gaan zien hoe ver we komen. Maar we gaan in ieder geval boodschap doen. Dit is hoe het hier van achter eruit ziet. Ja. Dit is een ijsbaan. Dus, als je het er ziet, echt een ijsbaan. Echt normaal. Echt ijs. Ijs. We gaan er toch maar door naar de moe. We zijn nu hier. Dus we gaan nu richting huiswaarts. Dat gaan we nu doen. Dus, zie ik, gaan we mee. Ja, met de fiets ging normaal gezien, maar ja, de fiets blokkeerde. Ter plaatse en nu ben ik niet te voet. Dus ja, dit heb ik al. Natuurlijk, het is wel wat koud. Maar we hoeven niet te klagen, maar toch. Het is niet plezant natuurlijk, hè. Dus nu richting de huiswaarts. Over die vlog. Zo zijn dat ik nu juist val voor die vlog. Hè? Dus dat is zo geweest, hè. Geweest eigenlijk. Er is nog heel veel ijs dat je kunt zien achter ons. Het is echt plat op deze stenen. Dat is niet te doen. Over de markt moeten we niet gaan. Dus. Kijk, de markt staat daar, maar daar moeten we momenteel niet zijn. De zon zit hier echt laag, zodat je niet zo heel veel ziet. Goed. We gaan wel wandelen. Zo. Dat is echt schoon, mensen. Als je over de markt gaat, dan moet je weer heel dingen doen. Dat is echt ook zo zot, want ja, ik kom er toch niks kopen. Dus, het heeft ook geen zin dat ik eraan schuif. Dat er ligt. Kijk, een mooie landschap, het park, het eruit ziet. Het is wel heel mooi. Ik vind het eigenlijk ook niet zo koud eigenlijk, om eerlijk te zijn. Zo heel mooi. Zo, ik heb net boodschappen gedaan. Nu gaan we richting huiswaarts. Het valt eigenlijk nog wel mee met de koude. Het enige wat dan lastig is, dat mondmasker. En voor de rest valt dat mee, want het mondkap geen beetje groter is, denk ik. Voor de rest valt het eigenlijk allemaal wel mee. Ook van koude, vind ik persoonlijk. Dus het gaat eigenlijk wel. Op, het is hier heel rustig op de baan en dat zijn we ook niet gewend. Dat ziet er pas niet zo heel veel auto's moet horen. Rustig, hè. Dat zijn we niet gewoon. Niet anders. Meer auto's.
Het is echt wel kalm. Dat is ook wel eens leuk om te zien dat dat kan. We moeten helemaal daar wandelen. Dus daar achter die blokken woon ik eigenlijk. Ik moet wel van shopping. En daar woon ik eigenlijk dus. Zo ver eigenlijk. Kijk, ik denk dat de paasbloemetjes al uitkomen. Leuk om ze erdoor te zien schieten. Eigenlijk al. Ik ben ook helemaal live. Dus de sneeuw is bijna gesmolten. Zodat je kan zien. Ik heb de kalkoen namelijk in de oven gestoken. Het is nu bezig met klaar te worden eigenlijk. Ik heb ook nog wat video's gemaakt. En dat vind ik echt wel heel leuk, zo'n video's maken, want dat doe ik heel vaak. Video's maken eigenlijk, dat doe ik wel heel vaak op TikTok eigenlijk. En dat vind ik wel leuk om te doen. Omdat het eigenlijk wel wat aanslacht. Eigenlijk heb ik echt wel succes op TikTok. Ik had zet het geluid volledig af, want dat is wel belangrijk. Ik had je even laten zien van TikTok. Dus ik heb zo een TikTokje gemaakt vandaag. Dus like deze bijvoorbeeld. Kunnen ze stemmen? Deze heb ik gemaakt. Ik heb deze gemaakt. Je moet het maar eens bekijken op Polestar. Deze heb ik ook gemaakt. Niet van Koosrukkers. Van Help Mij. En ik heb ook nog dit gedaan. En ook nog. En dus ja, heel veel gedaan eigenlijk op zich. Dus ik ben altijd aan het wachten op de deken eigenlijk op de verrassing eigenlijk van Elga. Dus ik ben nu, kan je zien wanneer het toekomt. Ik hoop morgen. Zullen we daar toch morgen een video van kunnen maken. Maar je merkt ook wel dat de konijnen en zo beginnen wel zo meer chill te zijn. Mijn kat ook deze boven te luieren. Maar het ligt nog altijd heel sneeuw bij ons. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Als je zo ziet dat de sneeuw eigenlijk wel heel mooi ligt en zo. Dus dat is wel leuk eigenlijk, sneeuw. Ik hou wel van sneeuw. Eigenlijk. Niet als het ijs wordt natuurlijk, maar ik hou wel van sneeuw eigenlijk. En dan doe je zo eigenlijk van die dingen allemaal. Ik heb ook in mijn zwembroek gezeten, dat jullie kunnen zien eigenlijk. Ik heb heel vaak een challenge gedaan met mensen om in de sneeuw te gaan staan. En je kunt eigenlijk heel veel doen met de sneeuw eigenlijk. Ik heb ook live ik heb ook deze video gemaakt. Dat je kan zien. Dus ik doe al heel veel eigenlijk met TikTok. Eigenlijk wel heel veel. Ik vind TikTok wel leuk. Dus als je mij nog niet volgt. Ik heb bijna de 2k gehaald. Kijk maar, bijna de 2k mensen. Dan mag je mij zeker altijd gaan volgen. Ik denk dat de video online staat. Dat ik al 2k gehaald heb. Op 2k500 ga ik namelijk... op 2k5... ga ik namelijk 24 uur live. Dus als je dat wilt meemaken, allemaal zeker gaan volgen. Dat gaat sowieso wel gebeuren. Gaat niet meteen zijn. Als het erop komt dat u is. Want ja, dat zal waarschijnlijk het weekend zijn. Want dat zal waarschijnlijk vallen. Ja, als je naar school moet of zo. Te zeggen dat natuurlijk nog heel lang duurt. En dat het in de grote vakantie valt. Dan maakt dat niet zoveel uit eigenlijk. Maar ik hoop dat je dit een leuke video vond. Doe dan zeker een duim omhoog. Oh, wacht, ik moest je nog iets vertellen. Ik was het bijna vergeten. Ik heb het trouwens ook ingeschreven voor K3. Dus ik heb me ingeschreven voor K3. Dus ik zie nu wel wat er van komt. Komt er iets van? Goed, komt er niks van? Is het ook geen enkel probleem. Maar het is dat jullie het weten. Ik heb me ingeschreven voor K3. Dus binnenkort ook meer daarover. Dikke kus. En vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we.